Ja, we getraind op pompbediener. Dus het werken met de pomp, ja, zorgen dat de stralen functioneren, genoeg water door de pomp gaat. Dus dat de manschappen water door de stralen krijgen. Je hebt ook hiervoor techniek gekozen. En met pompbediener ben je daar toch echt wel veel mee bezig. Ja, de aandachtspunten liggen natuurlijk op het goed laten functioneren van de pomp. Goed kijken, goed communiceren. Zorgen dat er geen gebrek aan de pomp kunnen ontstaan. Tijdens een oefening moet je goed kijken hoeveel water je bijvoorbeeld binnenkrijgt en hoeveel water dat je weg bent aan het geven. Ja, ik hou natuurlijk mijn meters goed in de gaten van de pomp zelf. Wat er eigenlijk om me heen gebeurt, dat is niet van belang. Ik kijk alleen maar naar de meters en wijkt er wat af, dan ga ik zorgen dat dat opgelost wordt. We hebben zojuist getraind op een gaspak inzet. We zeggen dat je in een compleet gesloten atmosfeer richting een brongebied toe gaat, waar chemische of giftige stoffen vrijkomen. Ja, dat is hier op Gemmelot Sides dat wel een van onze specialiteiten. We letten vooral op de omgeving, want je zit natuurlijk in een gesloten systeem, maar dat is natuurlijk een heel uitgedijd pak. We letten sowieso op de windrichting. Verder moet je natuurlijk erop letten of er slachtoffers zijn of het brongebied inderdaad gewoon verder uitbreidt. Als je bijvoorbeeld een trap moet oplopen, zorg dat er heel klein gemaakt wordt voor een deuropening. Want het pak is heel gevoelig voor scherpe randjes. Dat is toch je eigen veiligheid waar je mee te maken hebt. Verder moet je er ook op letten dat je altijd je teamspeler, dus jouw tweede gaspakdrager, in het vizier hebt. Je bent eigenlijk afgesloten van de atmosfeer. De communicatie gaat vooral via portofoon. Mocht de verbinding wegvallen, kun je ook nog op handsignalen terugvallen. Het komt eigenlijk op jou aan. Er zijn gevaarlijke stoffen vrijkomen, dus ze gaan toch eigenlijk op jou bouwen.